Hey, kijk eens dat je weer kijkt. En je weet het al, we gaan achter het scherm meekijken op een trouwdag. En een hele leuke trouwdag zelfs, ik heb er veel zin in, want in deze familie is dit het vierde bruidspaar wat ik al fotografeer. Ik laat je gewoon weer op de camera meekijken, iets anders dan normaal. Niet letterlijk op de camera, ik ga het nu op deze manier doen, dit ding zo. Doodsimpele reden, het onderdeel dat op mijn camera zit is eergisteren van mijn camera gevallen toen ik met een natuurfotograaf op pad was. Verder ga ik het ook mee laten kijken bij de ceremonie, tijdens de fotoshoot. Tijdens de diner-setting, eigenlijk alle settingen probeer ik te laten zien. Laten zien natuurlijk wat je hier ziet op de camera, maar ook wat je ziet door mijn camera, het resultaat. Want je wilt ook zien wat het resultaat is van wat ik heb gedaan. Ik ga foto en film schieten, dus je gaat veel vette content krijgen. Ik heb er nu al zin in, ik heb me goed voorbereid, ik weet wat ik wil doen, wat ik ga doen. Dus het gaat helemaal goed komen. Voordat we gaan kijken, klik even op die subscribe-button en die like-button en comment iets van: hey Roy, zit je haar goed? Als je vaker mijn vlogs bekijkt, dan weet je dat ik altijd begin met foto's maken van de details. Zoals pakken, trouwringen en dat soort dingen. Om het bruidspaar, in dit geval de bruidegom, te laten wennen aan mij als beeldmaker. En zodat ik een beetje aan hun kan wennen, zodat ze niet meteen die camera op hun gezicht krijgen. Op deze bruiloft schoot ik foto en film. Dus dat betekent dat ik afwissel met fotograferen en filmen door elkaar. Omdat ik nu natuurlijk een andere camera-angle gebruik. Normaal heb ik de GoPro op mijn camera zitten en nu hangt die om mijn nek. Kun je misschien ook wel iets beter zien dat ik omswitch naar foto en film. Zie je me bijvoorbeeld scherp stellen. Hè, met het op het filmmoment. Dan sta ik heel close, kom ik detail shots bij het aankleden. En soms neem ik er, zoals hier, een overzicht shot, zowel foto als video, door elkaar. Omdat het erg tof is. En nog even een heel belangrijke tip als je thuis foto's en film schiet. Inmiddels ben ik begonnen met het fotograferen van de jurk en de jurk van de kinderen, van de meiden. Kijk, we zijn natuurlijk in een slaapkamer en een slaapkamer is natuurlijk geen fotostudio. Dus het is soms best wel een uitdaging voor veel fotografen. Van, ja, hoe ga ik daar nou mooie foto's van maken? De jurk mooi tot z'n recht komt en je denkt van, nou, top, ziet er echt vet uit. En niet afgeleid bent door de andere dingen in de slaapkamer. Wat natuurlijk snel gebeurt. Nou, gedeelte kan je opruimen. Hè. Bijvoorbeeld hier hing een ochtendjas. Nou, die heb ik opgeruimd. Dat maakt het beeld al wat minder storend. En wat ik dan nog meer gebruik, in dit geval pak ik gewoon een plastic zak. En dan denk je, IKEA zakje, slaat het op. Maar die zak gebruik ik om een beetje sfeer. Nu kun je dat natuurlijk niet zien op deze camera. Ik dat doen zo. Dit zakje zorgt ervoor dat het een beetje een sfeertje krijgt. En daarmee kan ik gewoon heel interessant beelden maken. Dat ga ik zo meteen laten zien. Maakt het gewoon veel, veel mooier in de setting. Soms moet je gewoon creatief zijn. Of een panty, of een IKEA zakje, over die camera, of die lens heen. Beetje ontscherpte erin, geeft een enorm leuke sfeer. En hier zie je meteen het resultaat. Je kan de ruimte waarin je werkt, kan je omzetten naar wat je wilt hebben. Het is geen fotostudio, het is een huis. Het is normaal dat het daar gewoon tot er geleefd wordt. Maar je hebt de controle. Een stom IKEA zakje kan je enorm helpen om de betere beelden te maken. En op die manier pak je controle. Maak kaders voor jezelf waarin je mooie shots kan maken. De enige beperking ben jezelf. Als je denkt, oh ja, dit is geen ruimte waar ik goede beelden kan maken. Wel, dit was uiteindelijk een hele goede ruimte. Want ik heb mooi daglicht van achteren. Ik gebruik altijd daglicht. Ik zet de lampen uit. En op die manier weet ik toch goede shots te maken van die jurken. En dat is waar het om gaat. Een beetje creatief zijn. Rechts zie je ook nog die spiegel. Die spiegel had ik ook nog kunnen gebruiken om een heel interessant shot te maken. Dan beginnen we met het aankleden van die jurk. Nou, ze heeft die jurk natuurlijk al aan. Want je wilt natuurlijk niet de bruid in de onderhoek op de video zetten. En dan sta ik soms heel close op het moment van het vastmaken van de jurk. En soms maak ik wat meer overzichtshots. En eigenlijk wat ik deed met los jurk fotograferen en filmen doe ik ook tijdens het aankleden. Ik maak continu kadertjes waarin ik shots maak om mooie momenten te pakken. En dat is gewoon wat je moet doen. Kadertjes maken. En dan wordt alles mooi. Inmiddels komt de bruidegom weer aangereden in een mini cabrio. Dat is super lekker weer. Perfect weer voor een cabrio. En ik probeer altijd wat statischere shots te maken, zeker voor film. Dus niet te veel te bewegen met mijn camera, maar vooral mijn camera stil te houden en het onderwerp in mijn video te laten bewegen. Als je op let, dan valt het op dat ik dat vaak doe op die manier. Maar soms maak ik ook wel lopende shots zoals hier. Dus hier film ik terwijl ik aankom lopen of ik het shot ga gebruiken in de film. Dat zie ik pas als ik de film ga maken. Ik maak het shot wel en ik wissel ook af met foto's. En dan komt natuurlijk hier de bruid ophalen. Dit is de first look. En de first look is een belangrijk moment. Hier begint het met de kids die als eerste aankomen lopen. Kijk eens hoe cute dat is. Kijk, die komen aangelopen en dan ziet hij natuurlijk de kinderen voor het eerst. Dat is natuurlijk al het voorproefje. Een soort appetizer voor de bruid. Kijk, super cute. En als je kinderen fotografeert of filmt, probeer even door de knieën te gaan. Want dan zit je in de wereld van die kinderen. Als je van bovenaf fotografeert of filmt, dan
fotografeer je ze als volwassenen. En als je ziet, als je wat lager zit, dan heeft het een veel beter effect om kinderen te fotograferen. Dus denk daarover na. Hè. De persoon die je fotografeert, probeer in de wereld van die persoon te zitten. Dat is heel erg belangrijk. En hier heb je natuurlijk de first look met de bruid. De klassieke manier van thuis ophalen, dat komt er steeds heel veel voor. Het blijft gewoon een heel leuke manier om elkaar op te halen. Of ja, de bruidegom, de bruid in dit geval. Kijk, leuk moment. Vooral door blijven schieten, dat is wat ik altijd voor doe. Ik blijf foto's en video's maken, want bijna altijd gaat hetzelfde. De bruid of de bruidegom stapt achteruit, één van twee draait een rondje. En dan wil je natuurlijk op beeld hebben, want het is gewoon super tof om op beeld te hebben. En dan zijn we beland op de trouwlocatie, Klooster Bethlehem. En daar hebben we de fotoshoot, de foto-videoshoot in mijn geval. En ik zet mensen altijd in de schaduw. En als je mij kent, ik hou gewoon in ieder geval om in de zon te fotograferen. Wel als het een avondzon of ochtendzon is, als de zon diagonaal staat ten opzichte van de aarde, dan vind ik het mooi. Maar als de zon pal boven je staat, zoals je hier op de achtergrond kan zien, wil ik echt niet mensen in de zon zetten. Het is gewoon niet mooi. Dus ik vind het niet mooi. Je besteedt veel geld aan visagie en make-up, haar, alles mooi. En dan ga je in de zon staan en ga je knijpen met je ogen en het is niet fraai. Dus ik kies er altijd voor om lekker in de schaduw te staan. In dit geval beginnen we met de shoot en dan laat ik je eerst gewoon lekker met elkaar bezig zijn. Wat zoenen, wat knuffelen, wat kroelen. Beetje ontspannen. Ik laat ze vooral niet naar mij kijken. Ik zeg altijd tegen mensen, ben we gewoon met elkaar bezig. Ik vind mijn weg wel. Leun maar lekker tegen elkaar aan. En zeker in het begin, dus een ochtendshoot wat dit is. Of een middag, ik weet even niet de tijd, volgens mij ochtend. Laat ik mensen niet te veel bewegen. De jurk moet schoon blijven. Dus ik ga niet te veel gekke dingen doen. Ik ga niet te veel op het gras en dat soort dingen staan. Probeer het simpel te houden. Hier zorg ik voor dynamiek. Wat ik heel belangrijk vind in de foto's om het niet geposeerd laten lijken. Het is natuurlijk wel geposeerd, maar het ongeposeerde gevoel is heel belangrijk. En als ik in ieder geval de bruidegom naar haar toe laat lopen en haar vast laat pakken en een zoen geef, dan laat geven, want die geef ik zelf natuurlijk niet. En haar een zoen laat geven, is het wat spontaner. En het is ook een manier om mensen wat relaxed te krijgen. Kijk, bam, vastpakken, zoenen. En daar speel ik heel erg mee. Dat vind ik heel belangrijk. En ik wissel af met statische shots en dynamische shots. Dus net als dynamische shot waarin ik de bruidegom laat bewegen. De bruid doet niet zoveel vanwege de jurk die schoon wil houden. Dat doe ik pas in de avondshoot. Maar dit was een heel mooi plekje om stil te zetten. Haar jurk valt ook heel mooi van achteren. En dan maak ik juist statische shots. En statisch betekent gewoon, ze staan lekker dicht tegen elkaar aan. Ik zie die fotofilm. Ik zeg eigenlijk gewoon, maar gaan we gewoon door. Ze hebben hun ogen dicht, dan vraag ik heel vaak, hou je ogen maar gewoon dicht. Leun maar tegen elkaar aan en vertrouw maar op mij dat er goede beelden uitkomen. Inmiddels ben ik natuurlijk, zeg ik tegen mensen, kennen mijn portfolio, Instagram en zo. En dan vertrouw ze ook op dat wat ik doe ook gewoon goed komt. Dit is ook heel belangrijk, ik laat heel vaak tijdens shoot foto's zien of video aan het bruidspaar. Want als je mensen laat zien hoe mooi ze op de foto staan, zonder enige vorm van bewerking, dan werkt dat als een soort pauw. Denk je van, oeh, ik strijk al mooi uit op die foto. En dat werkt. Mensen worden daar zelf verzekerder van. En dat betekent niet dat zij niet zelf verzekerd zijn, maar het is heel spannend om voor zo'n fotograaf te staan. En op die manier haal ik heel snel al die angst weg. En zie je gewoon dat het heel erg leuk is en laat ik ze lol hebben. En dat is de truc van foto's maken. Houd het gewoon leuk. Laat mensen zien wat je maakt. Maak er geen mysterie van. Heb lol met elkaar. Dat is het allerbelangrijkste aan de shoot. En dan zijn we in de ceremonie. Binnen ceremonie, Klooster Bethlehem, trouwen de meeste mensen binnen. Omdat het een klooster is van binnen. Het is een soort kerkelijke uitstraling. Het is geen echte kerk meer, maar ik heb nog steeds de bruiloft gedaan. Nou, hier komt de bruiloft aangelopen met de drie kids. Nou, hier schiet ik foto en film door elkaar. Ik film, ploep. Dan ga ik terug naar foto. Ik switch heel snel om. Kijk, het is gelukt. En dan komt de bruid aangelopen en dit is het moment waar ik echt sta te knallen. Waar ik continu switch tussen camera's. Hop, pak nu de andere camera. Ik begin meteen te filmen, ik focus. Het gaat eigenlijk heel erg snel wat ik doe. In dit geval liep het ook best nog wel snel, ondanks dat het een lang stuk is. Dus ik vraag aan bruidsparen, ook als je zelf gaat trouwen. Je bent fotograaf, vraag aan de bruid of bruid en bruidegom of bruid en bruid. Maakt niet uit wat de combinatie is, om langzaam te lopen. En loop ik echt langzaam. En kijk vooral vooruit. Kijk niet naar beneden naar de grond of je jurk goed valt. Kijk naar voren, kijk naar je partner. En loop vooruit en vertrouw erop dat het goed komt. Nou, tijdens de ceremonie, de kids zaten gewoon heel leuk daar op zo'n bankje. Dus dat is gewoon prijsschieten, zoals het heet. Hè? Want die zitten daar zo schattig. Daar moet je beeld van maken. Tijdens de ceremonie sta ik op verschillende plekken. Ik weet eigenlijk van tevoren al waar ik ga staan. Ik probeer ook vaak, zie je hier, even focus te leggen op het gezicht van de bruidegom of bruid, dit geval van de bruid, om een lachfoto te hebben of een lachfoto, een filmmoment.
Soms sta ik heel lang te wachten dat er een grappig moment komt dat dat vastgelegd wordt. Of een traantje of iets dergelijks. Dat zijn gewoon hele mooie intieme momenten. Zeker met film wil je dat hebben. Soms schiet ik echt over de schouder van de babs. En de babs die mij kende weet dat ik gewoon soms heel dichtbij sta. En soms heb ik wat meer afstand. Ik luister ook echt naar wat er gezegd wordt. Hier is het officiële gedeelte, het ja-woord. Staan de kids ook bij. Vind ik gewoon leuk, want als je kids hebt, dan mogen die ook echt al bijstaan. Nee, doe vooral wat je zelf wil. En dan pak ik genoeg afstand, zodat ik shots kan maken van dat moment, van het ja-woord. En ik loop een beetje van voor naar achter, kijk even wat het beste licht is. In dit geval heb je best wel veel strooilicht. Je hebt daar natuurlijk die ramen waar licht doorkomt. Dan heb je dat paarse licht op de achtergrond. Dan heb je oranje lampen daar nog. Er gebeurt heel veel qua licht in deze locatie. Dus ik wil altijd zeker zijn dat ik het licht goed heb voor film en voor foto. Want dat vind ik echt heel erg belangrijk. Want je wilt gewoon niet dat het, dat het lelijk is door het licht. Dat heeft met instelling te maken. Kijk, hier komt het eerste zoom. Kijk, die film ik. En dan switch ik meteen over naar foto. En dan heb ik ze allebei. Het gaat heel snel. Maar ik weet ook ondertussen wat gaat gebeuren. Kijk, en dan vaak krijg je dit nog. Dus ik anticipeer al wat ik verwacht dat gaat komen. En dan heb ik mijn camera al klaarstaan. Dat is het grote voordeel, als je heel veel bruiloft hebt geschoten, dan weet je eigenlijk wat je kan verwachten. Nou, hier krijg je natuurlijk een ringmoment. Nou, soms kan je niet bukken om bij de kinderen te fotograferen. Dan moet je meer van bovenaf shots maken, zoals hier. Vind ik soms ook heel schattig. Nou, de kleinste die krijgt de ringen. En kijk, met ringmomenten, heel vaak met film schiet ik ze van tevoren al. Dan heb ik tijdens de shoot al wat ringmomenten geschoten. Zodat ik tijdens de ceremonie niet moeilijk hoef te doen met tussen te wringen. In dit geval had ik een goede locatie waar ik foto's kon maken. Omdat de kinderen nog vrij klein waren, kon ik er goed bij. Zodra ik ringmoment gefotografeerd heb, ga ik altijd op pad staan. Want heel vaak steken mensen een hand op om ringen te laten zien. Dus daar wil ik altijd een shot van hebben, foto of video. Soms is het een verrassing, maar dit gebeurt heel vaak. Dus ik ga altijd gewoon klaarstaan in de verwachting dat dat terug gebeurt. Hier komt de bruidspaar aangelopen, worden bubbels geblazen, want de ceremonie is voorbij. De kinderen liepen iets snel en dan vraag ik even langzamer te lopen, want anders dan vliegen ze er doorheen. En dan maak ik natuurlijk gewoon shots, video en foto van dat moment. En dat is gewoon heel belangrijk, zeker omdat ze natuurlijk bubbeltjes en zo hebben. En dat is het eerste moment dat je getrouwd bent en dat moet lekker festief zijn. Dat is heel belangrijk. Dan hebben we natuurlijk het taartmoment. Nou, in dit geval moest ik door een raam heen schieten, want dat was voor mij de beste plek voor het licht. Ik kon niet echt een andere goede plek vinden. Dat is niet erg, want ik vond het best wel een leuke dynamiek hebben om door een raam te fotograferen of door de opening. Nou, dit was nog een groepfoto met de mannen. En daar zult u wat dynamisch hebben. Ik denk, nou, dan zal je dynamisch krijgen. Dus je ziet hier wat ik deed. Even kijken. 3, 2, 1, ja! En dit is gewoon meteen instant fun. En dat deed ik bij de bruid ook. Die vond ik heel leuk om te doen. En hierbij kijken samen de groepfoto. Afhankelijk van de bruiloft, dit is echt per bruiloft verschillend. Maar sommige zet ik mensen gewoon neer, zoals hier. En soms laat ik het expres doen om even gewoon adrenaline omhoog te krijgen. Wat spirit omhoog te krijgen, zodat die foto's gewoon veel leuker zijn. Lekker squeezen samen, dan krijg je superleuke foto's. En deze trouwdag is een wrap. Close to Bethlehem. Prachtige trouwdag met foto en video. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Ik blijf natuurlijk lekker veel vlogs posten dit seizoen. Ik heb veel bruiloften en we gaan naar veel plekken. We gaan ook weer nog naar Barcelona voor een bruiloft. We gaan nog heel veel mooie plekken zien. Heb je nog verder geen vlogs van mij gezien? Ga even zeker kijken door al mijn vlogs die ik gemaakt heb. In helikopters, in de mooiste trouwlocatie in Italië. Die komt er trouwens nog aan. Die heb ik nog niet gepost. Zo vette dingen gedaan. En ook zo leuk om te kijken. En hopelijk leerzaam voor je. Of als je zelf gaat trouwen en je hebt zoiets van, ik vind het leuk om achter de schermen mee te kijken. Kijk zeker mee, want ik probeer je mee te nemen naar alle mooie plekken. En je ook alles laten zien. En er zit een beest in mijn nek. Die denkt, ik ben zo plakkerig van die bruiloft. Ik ga even lekker op hem plakken. Tot de volgende keer en kei leuk dat je weer gekeken hebt.